bij een nieuwe video. Ik maak deze video in samenwerking met Honest. Dat is een nieuw drankje. Jullie zien ze ook hier achter mij staan. Is van 10 april te koop in Nederland. Bij Mark, de biologische supermarkt. En het wordt in Nederland op de markt gebracht door Coca-Cola. Het is niet ontwikkeld door Coca-Cola, want in Amerika is het door twee vrienden ontwikkeld. Die na het hardlooprondje een verfrissende drank miste. Dit drankje is dus gemaakt op basis van kruidenthee en water. Versterkt met natuurlijke fruitsappen. En er zit biologische rietsuiker in. En ik vind het goed. Ik ben zelf niet zo heel erg fan van frisdranken. Maar als ik iets drink, dan is het vaak kokoswater. Of een drankje wat helemaal biologisch is. En hierbij zijn zelfs de flesjes recyclebaar. Dus ja, dat vind ik gewoon super goed. Omdat dit merk helemaal voor eerlijk staat en eerlijke ingrediënten heeft. Het heeft trouwens drie smaken. Sinaasappel mango, granaatappel bosbessen en honing citroen. Maar ja, omdat dit merk dus helemaal, de naam zegt het al, honest is. Ga ik heel veel vragen, of heel veel, ik weet niet eens precies. Ga ik allemaal vragen beantwoorden die niemand me ooit nog heeft durven vragen. En ik ga daar een eerlijk antwoord op geven. Dus laten we snel beginnen. Omdat dit een eerlijke video is, zal ik ook maar even eerlijk zeggen dat de camera van mijn batterij bijna leeg is. En dat ik dus heel eventjes 5 minuutjes weg was. Hopelijk houdt dit nu vol, dus ik ga heel snel beginnen met de vragen. Ik vertel normaal nooit eigenlijk wat ik gestemd heb, dus dit is zeker een first. Normaal gesproken stemde ik altijd een andere partij, maar dit jaar heb ik op de Partij voor de Dieren gestemd. Omdat ik het goed vind dat daar wat meer aan gedacht wordt. Ik vind eigenlijk alles mooi. Nee, grapje. Ik wil daar liever natuurlijk niet de focus op leggen. Wat vind ik het minst mooi? Ik zou mijn tanden wel wat witter willen, maar dat kan niet. Omdat ik vroeger antibiotica heb gehad en daardoor vlekken op mijn tanden heb. En nu heb ik een laagje over mijn tanden heen. Dus ja, zodra dat ooit zou kunnen, zou ik mijn tanden wel laten bleken. Ja, ik ben bij een psycholoog geweest. Ik dacht destijds dat ik bindingsangst had. Dat bleek niet zo te zijn. Ik was gewoon niet verliefd genoeg. Ik vind eigenlijk dat mannen moeten betalen op het eerste date, zeker als ze hiermee uit hebben gevraagd. Ik ben daar heel ouderwets in. Met mijn vrienden Lisbeth en Sofia heb ik daar altijd een discussie over. Lisbeth is heel erg geëmancipeerd en die vindt dat een vrouw zelf altijd moet betalen voor zichzelf. En Sofia is juist weer heel old-fashioned en ik zit er een beetje tussenin. Maar de eerste date vind ik wel dat hij eigenlijk moet betalen. En dan betaal ik de tweede date of de derde date wel mee. Of ik trakteer natuurlijk zelf ook een keertje, maar ik ben wel een beetje old-fashioned. Nee, hier heb ik het van de week met Friso over gehad. Friso zou dat wel doen, ik niet. En dat laat wel weer zien dat ik meer van Gerrit hou. Heel lastig. Nou, laat ik gewoon 10 jaar teruggaan. Toen was ik 18. Ik viel alleen maar op foute mannen. En ik ging er vaak te veel in mee. En kwam niet voor mezelf op. Dus een advies voor mezelf zou zijn, is dat je je eigen waarde gewoon echt als prioriteit moet hebben. En dat je nooit over je grenzen moet gaan en altijd aan jezelf moet denken in relaties ook. Gelukkig niet. Echt een probleem wil ik het niet noemen. Ik moet alleen wel verplicht aan de anticonceptie, of in ieder geval aan de pil of aan de spiraal, omdat ik waarschijnlijk endometriose heb. Misschien kennen jullie dat wel. Volgens mij heeft 1 op de 10 vrouwen dat zo'n beetje. Dat hoeft verder niet echt een probleem te zijn. Het kan alleen vervelend zijn dat je littekenvorming kunt krijgen of kiezen in je buik. En dat kan ja, heel veel pijn geven en eventueel een zwangerschap bemoeilijken. Maar dat weet ik natuurlijk nog allemaal niet. Dus ik zie het niet als een heel groot probleem. Er zijn ergere dingen in de wereld. Ik weet niet, ik tel altijd de uren die ik slaap. Friso, wat is mijn meest gekke gewoonte? Geen idee. Nou, je hebt toch wel iets wat je raar vindt wat ik doe? Constant op mijn telefoon zitten. Constant op mijn telefoon zitten? Nou, dat is volgens mij niet heel gek, maar goed. Gekker dan dat wordt het dus niet. Ja, dat heb ik. Confession. Ja, ik ben 2 of 3 keer naar een helderziende geweest. Afgelopen jaar in augustus nog voor het laatst. Naar Kobi heet zij. Zij deed ooit mee aan het programma. Hoe heet het nou ook alweer? Van RTL4. Ik weet niet hoe het heet. Daar deden al die helderzienden mee en dan gingen ze de misdaad oplossen, zeg maar. En zij had best wel veel dingen goed. Ook dingen die ik hier alleen in huis bespreek met mijn vriend. Die wist zij, ik heb het destijds opgenomen en mijn vriend is er nogal sceptisch in. Ik heb het wel aan hem laten horen en dat vond hij wel grappig.
Ik zou wel nog iets relaxter willen zijn. Het lukt me de laatste jaar wel om relaxer te zijn, ook in werk, om niet helemaal gestrest te zijn. En dat moet ook wel bij mijn baan, want er zijn gewoon vaak problemen die opgelost moeten worden. En over het algemeen laat ik me niet gek maken. En ik zou wel iets minder ongeduldig willen zijn, want ik ben echt mega ongeduldig. Jazeker, ik krijg hier betaald voor. Ik sta er wel helemaal achter. Zoals jullie weten doe ik alleen samenwerkingen bij merken die bij mij passen. En dat is dit, daar is dit er één van. Ik ga nu een blind tasting doen. Ik ga de 3 smaken dus blind proberen. Ik heb hier een oogmaskertje. Die ga ik opdoen en dan ga ik raden welke smaak het is. En ik zeg welke ik het allerlekkerst vind. Oké, jullie zijn getuigen. Ik ga nu deze opdoen. Ik zie helemaal niks meer. Ook de camera niet, dus ik hoop dat ik hem goed heb ingesteld. Ik heb hier 3 flesjes op mijn schoot liggen. Zijn alle 3 nog dicht, dus ik moet ze nog openmaken. Ik zal ze even de hele tijd husselen, zodat ik niet meer weet welke is. Oké, eerste. Jullie zien welke dit is. Ik heb geen idee. Even openmaken. Oh, dat is echt moeilijk. Hij is wel heel lekker. Ik denk toch dat dit de honing-citroen is. Honing-citroen, gok ik. Oké, volgende. Deze. Geen idee. Deze weet denk ik wel te weten. Dit is volgens mij granaatappelbosbessen. De rode. En dan de laatste. Als ik het goed heb, moet dit dan de sinaasappel mango zijn. Ja, ik denk dat ik het goed heb. 1000 points voor mij. Ja, ik denk dat ik het goed heb. Ik ga kijken. Oh nee, eerst moet ik nog zeggen welke ik het lekkers vond. Ik vond de eerste het lekkers. En ik denk dus dat dat citroen of honing citroen is. Nee, dit was honing citroen. Nee, dan heb ik het verkeerd gedaan. Dan vond ik deze het lekkers. Sinaasappel mango. Absoluut. Vond je dit nou een leuke video? Doe dan even je duimpje omhoog. Laat hieronder ook eventjes weten of je de andere drankjes al kent en wat jouw favoriete smaak is. En dan zie ik jullie volgende video weer.